Hallo Spiegeltje, mijn naam is Flapje en ik wil je iets vragen. Spiegel, Spiegeltje, op de grond? Wie is er een mooiste hond? Kom Spiegeltje, zeg het mij gauw. Doe Spiegeltje, doe niet zo flauw. Hier ben ik Flapje. Ik heb een hondje gezien met een hele strakke buik. Hij had zich verstopt achter een hele grote struik. Ik heb ook een hele strakke buik en een mooie vacht. Die heeft me al heel wat complimenten gebracht. Ja, voordat ik antwoord ga geven, moet je eerst een stokje uit de spiegel pakken zonder te beven. Haha, dat is spannend. Dat moet wel lukken. O jee, dadelijk is de spiegel in 1000 stukken. Zeg Spiegel, je houdt me voor de gek zoals je ziet. Dat gaat helemaal niet. Het was maar een grapje. Ik hield je voor het lapje. Nou hoor, dat vind ik niet lief. Wil je me nu dan antwoord geven, alsjeblieft? Nou, vooruit dan maar. Tik met je pootje op de spiegel. En als er rimpels komen, help ik jou voorgoed uit je dromen. 1, 2, er gebeurt heel weinig. 1, 2, hey, wat is dat? Rimpels. Oh, ik krijg nou de poten. Dat is geinig. Het lijkt wel water. Ja, ik heb best een beetje dorst. Lekker. En ik heb geen druppel gemorst. Spiegeltje zegt me nu zonder verder te dralen wie de mooiste is. Want het begint toch wel te balen. Lief Flapje, de mooiste is, dat ben jij. Dat is gewis. Oh, ik ben de mooiste. Joepie.